Je bent hier aanwezig bij onze jaarlijkse kleindiertentoonstelling in Best. Kleindierententoonstelling, dan heb je het over wat je inderdaad kleine dieren noemt. Dat zijn kippen, konijnen en enkele kaviaar. Er zitten fazanten, eenden, alles wat mensen voor hobby kunnen houden in hun tuin of met een klein stukje grond. Doet u voorzichtig met de reservekampioen? Wat maakt het nou zo leuk met die beestjes werken? Even wachten. Ja. Dat je het hele jaar thuis ook een hobby had. Hè? En nu ben ik voor het gepensioneerd, dus dan gaat het 3 keer per dag naartoe. Hè? Zo, wat gebeurt hier nou allemaal? Kuikens komen uit de eieren. En normaal, als je thuis een eitje eet, dan komt er geen kuikentje uit, toch? Nee. Omdat de moeders eigenlijk alleen dan de eieren leggen. Ah, zo. Wat zijn ze lief, hè? Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Een konijntje aan het aaien. En wat is jouw lievelingsdier? Een poes. Zo, dat is een flinke. Ja. Wat vind je zo leuk aan die konijnen? Dat ze heel zacht zijn en dat je er heel veel mee kan spelen. Heb je thuis zelf ook konijnen? We hadden er 2, alleen die zijn nou allemaal dood. Oh, dus je gaat deze straks even meenemen? Nou, als het kan zou ik het graag willen, ja. Nou, mama even lief aankijken. Ja. Ze aaien. En wil je zelf ook een konijn? Ja. Ik heb ooit een konijn eerst gehad. En ik had ooit dus een poes gehad, maar nu zijn die dood. Ik had er toen 2, maar nu, het is al lang geleden dat ik die had. Heb je ze opgegeten? Nee, ze zijn doodgegaan vanzelf. Ja, hoe voelt het nou om kampioenkonijn te zijn? Wat is er nou zo leuk aan kippen? Je kunt ermee knuffelen. Ja? Ik doe dat ook heel vaak. En ik vind het gewoon leuk om ze te hebben. Maar niet om op te eten, toch? Nee. Ik vind het niet zo lekker. Welkom bij het Open Kampioenschap Slotrace in Oosterhout. De auto wordt geleid door de gleuf. En dan onderaan de auto zit een geleideschoen waarbij je dan de auto, de baan volgt, de gleuf volgt. Wij zijn 5 juli begonnen met een kampioenschap in het weekend en op de woensdagmiddagen. En aanstaand weekend, de 11e en de 12e, dan vinden de halve finales en de finales plaats voor de junior en de senior. Van mijn zoon en mijn kleinkind kan ik niet gewonnen krijgen natuurlijk. Hè. Die zijn er tegenwoordig mee bezig. Ja, voor u was het lang geleden? Ja, heel lang geleden. Dat is een lekker race. Brengt dit weer de kindtijd naar boven? Ja, eigenlijk ben je altijd jong, hè. Dat blijft. Ja, spelen wil ik het niet noemen, het is echt wel een sport. Ja. Je noemt het een sport? Ja, ik noem het een sport, ja. Ja. Je moet er ook voor trainen en zo? Jazeker, ja, ja, ja. Dus elke auto en elke klasse heeft een eigen karakter. En klassen, je hebt Formule 1 auto, je hebt toerwagens enzovoort. Dus is ook het in klassen en schalen indelen. Ja, en dan moet er ook inderdaad ook voor trainen, ja. Het is een hele serieuze bezigheid, zo te horen. Jazeker, ja, 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 ja. Er vinden ook Nederlands kampioenschappen plaats en Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen enzovoorts. Dus dat is echt serieus. Het
het is een hobby natuurlijk. Het is een wagen ontwerpen, bouwen en dan nog een wedstrijd mee rijden. En eventueel, als je mee bent, is leuk meegenomen natuurlijk. Hè? Ja. Maar ik heb het altijd gedaan voor de liefhebberij hoor. Nooit om echt te winnen. Vrouwen die met autootjes spelen, dat zie je niet zo vaak. Ja, daar rol je vanzelf in als je man met autootjes speelt, hè. Ja. En dan ga je mee en dan probeer je het zelf ook. Gingen vroeger ook naar Formule 1, dus ja. Oh, u hebt echt iets met racen, begrijp ja, ik. Ja, vind ik hartstikke leuk, ja. Ook met het inhalen en ja, het geluid. Had u die ambitie niet moeten hebben om in een echte auto terecht te komen? Nee, want ik heb geen rijbewijs, joh. Vandaag valt het bezoekersaantal een beetje tegen. Ja, komt dat? Ja, een beetje afhankelijk van het weer en zo. Teleurgesteld? Nou, nee hoor, we hebben wel heel veel deelnemers gehad. Dus, ja. Kampioenschap komt niet in gevaar komend weekend? Nee hoor, nee zeker niet. We zijn in zomeren op de 38e Sint-Hubertusjacht. Een samenspel van hond en paard, dus een kunstmatig getrokken spoor, wordt gevolgd door de honden en daarachter de ruiters. Je viel eraf? Ja, dat en eigenlijk helemaal in het begin al. Dus. En ze zijn al ver weg, dus ik weet niet of ik dat nog ga inhalen. Belfree. Je bent de honden aan het tellen. Jazeker, het is belangrijk als wij van het ene punt naar het andere punt gaan, dat we de meute compleet hebben. En ik kijk even op mijn lijstje wat ik allemaal bij heb. Wat is nou zo leuk aan dat jagen? Ja, een beetje de drive dat je een meute honden mag volgen op terrein waar je maar één keer per jaar mag komen. Vind ik wel heel uniek, zeker in zo'n gebied als dit. Het is wel diervriendelijk, hè? Zeerzeker. Wij jagen op vossenmest. We hebben een slipjacht, dus volgens Engelse traditie. Ik trek een spoor met vossenmest aan een touw. En die jute zak heeft in een vossenkennel gelegen. En daar hebben honden vossen op geplast, op geurineerd. Die hebben daar hun mest uiteindelijk op gedaan. Die stinkt en die ruik je wel. Vanavond heb ik ruzie thuis, als ik mijn handen niet op tijd ga wassen, inderdaad. Klopt. Het is weer terug in die historie, want ik heb dit zelf ook jarenlang gedaan. Hoe is het dan om nu te kijken als je dat jaren gedaan hebt? De grillingen lopen over mijn rug natuurlijk, het is geweldig. Dat blijft leuk zoiets, hè? Waarom? Ja, die paarden en die honden en allemaal mensen die je al lang niet gezien hebt, weer eens een keer zien. En dat is altijd leuk. Oh, dat is de vrijheid die je voelt en in de natuur zijn. En als je echt een dierenvriend bent en je houdt van honden en paarden, is het zo fijn. Als ik erop ga zitten, dan krijg ik altijd een big smile. Want het is zoiets moois. Het is helemaal niet erg dat het regent. Dat hoort er gewoon bij. Buiten zijn en met de dieren, als daar je hart ligt, is het mooiste wat er is. Het kan komend weekend weer alle kanten op in Brabant met leuke evenementen. Tientallen uiteenlopende concerten in de binnenstad van Den Bosch. Dat zijn van vrijdag tot en met zondag gelegenheden om tijdens November Music kennis te maken met heel veel verschillende muzieksoorten. Als het maïs eraf is, wordt er in Loosbroek jaarlijks een groot feest gegeven. Van zaterdag op zondag, heuken en hakselen in de Lunenburg.
met onder meer BZB en de Wetnecks. En zondagochtend een ontbijtbuffet. Zelf de allernieuwste bordspellen uitproberen, dat kan komend weekend tijdens het spellenspectakel in het Beursgebouw in Eindhoven. En daar zullen zo'n 300 nieuwe spellen worden gepresenteerd. In het Evoluon in Eindhoven staan zaterdag en zondag meer dan 350 flipperkasten tijdens de Dutch Pinball Open Expo. Het grootste flipperkast evenement van ons land, met onder meer tal van wedstrijden. Wil jij ook jouw evenement in Zinderend Zuiden? Mail ons dan evenementen@omroepbrabant.nl.